Op de Pannenstraat in Groesbeek is een wietplantage aangetroffen. De plantage bevond zich in een bedrijfsgebouw achter de voormalige Boermanslagerij. De slagerij sloot al in 2007. De eigenaar van de plantage zou zijn gevlucht in een zwarte Volvo. De politie is bezig met een onderzoek en heeft daarbij onder meer camerabeelden van aangrenzende panden opgevraagd.